Archieven zijn heel belangrijk. Reclame van sigaretten verboden. En Estrella en Louis visueel beperkt. Goedenavond allemaal. Hier zijn we er met de laatste uitzending voor deze week. Archieven spelen een belangrijke rol. Denk maar als je terug in de geschiedenis wilt. Met foto's en geschreven berichten uit het archief heb jij naar jouw informatie. Maar wat als ze niet meer leesbaar of verbrand zijn? Ook het Nationale Archief Suriname herdenkt vandaag de Internationale Archievendag. In dit gebouw worden alle geschreven stukken, foto's en filmpjes die te maken hebben met onze geschiedenis opgeslagen. Het NAS is nu bezig met haar archieven te digitaliseren, dat is het overzetten van de documenten in computerbestanden. Dus nu hoef je niet speciaal in de grote oude boeken naar informatie te zoeken, maar op de computer bij hen kom je er makkelijk aan. De tijd vereist nu dat je niet meer archieven kan hebben op bandjes of op papier. Het is altijd goed om ook nog over te gaan op digitalisering. Er is dus eigenlijk vooral omdat die bandjes, wij zeggen die audio- en videobandjes, ze raken in verval. Verzuring, ook uitdroging of door schimmelschade. Is het belangrijk om een archief te hebben zodat je later terug kan kijken naar die foto's van vroeger en kranten? Zodat je weet wat er vroeger was gebeurd. Zodat men kan weten wat er vroeger was gebeurd. Men kan zien hoe het eruit zag vroeger. Dat je terug kan denken aan je geschiedenis. Meer kan leren erover. Fouten die je toen hebt gemaakt. Andere mensen informatie geven om die dezelfde fouten niet te maken. Archieven gaan meestal over politieke, economische, financiële en culturele gebeurtenissen. Maar wat jij zelf ook bewaart, hoort tot het archief. Denk maar aan een brief dat je bijvoorbeeld 5 jaar geleden hebt gehad of oude foto's. Ik maak foto's en video's zodat ik later mijn kinderen kan wezen, mijn kleinkinderen. Zodat ik later, wanneer ik ben geslaagd van de vierde Milo, zodat ik terug kan kijken hoe het was enzovoort. Ik maak soms foto's voor leuke en gezellige dingen, maar soms maak ik foto's ook zodat ik kan kijken hoe ik er vroeger eruit zag. Ik maak foto's en video's omdat ik leuke momenten wil onthouden. Elke dag als je een andere foto maakt of iets anders vastlegt, krijg je weer dezelfde nummering. Dus wat we moeten doen, we moeten hem niet laten op onze mobieltjes, want dat is nu heel makkelijk om foto's te maken. Download het op een machine, want daar begint eigenlijk het archiveren door op te slaan. Want meestal laten we archieven ook op stick en dan hoor je die stick is gecrashed, maar er zijn zoveel belangrijke dingen en we zeggen oh jee, het is heel belangrijk geweest. Dus wat we moeten doen, archieven, foto's, audio, video die we op onze camera hebben, overzetten op een computer, een naam geven, datum, want dat zijn eigenlijk wat basismetagegevens waar een archief moet voldoen en dan bewaar je het. Je weet nooit of het over 10, 20 jaar goud waard is. Archieven digitaliseren heeft veel werk. Soms hebben de stukken of beeldmateriaal niet voldoende informatie om het te beschrijven. Het werk is nog ontzettend veel, dus daarom willen we ook mensen, het publiek vragen van als je eens komt voor onderzoek en je ziet dat iets een heel kleine beschrijving heeft, maar je herkent toevallig iemand erop. Of je kent iemand die wat erover zou kunnen vertellen, dat je het altijd met ons kunt delen, zodat we dat archief volledig kunnen maken. Maar we gaan jullie nodig hebben, jongeren, ouderen. En we willen die belangstelling ook van de jongeren wekken. Dus je hoeft niet speciaal meer bij het Nationaal Archief Suriname om in de boeken te bladeren. Daar op de computer zoeken naar informatie kan ook. Kan je het nog niet vinden? Dan is het nog aan het digitaliseren. Museum voor mislukte producten. En het is verboden om reclame te maken voor sigaretten. Het is nu tijd voor de korte nieuwsberichten. De antitabakswet geldt vanaf 2013 voor iedereen in Suriname. Deze wet is gemaakt om iedereen te beschermen tegen roken en de schadelijke gevolgen die roken heeft op onze gezondheid. In de antitabakswet is het verboden om te roken in publieke toegankelijke ruimtes, werkruimtes en het openbaar vervoer. Ook is het verboden om reclame of promotie te maken voor tabaksoorten. Toch is deze wet overschreden door mediabedrijven die in opdracht van een ondernemer een tabakreclamespot hebben afgedraaid. Dit gebeuren geeft aan dat de wet niet voor een ieder duidelijk is. Het is niet alleen verboden om reclame te maken voor tabak, maar van alles wat op tabak lijkt.
Bijvoorbeeld de chocolade in de vorm van sigaretten. Daarvan mag er ook geen reclame gemaakt worden, ook al is het snoep. Reclame van deze producten zou mensen stimuleren om tabak te gebruiken en dat moet juist niet. In Zweden is een nieuw museum geopend, de Museum of Failure. In dit museum zijn alle producten te zien die als het ware een mislukking zijn geweest. Producenten komen met verschillende nieuwe producten in de hoop meer klanten aan te trekken. Maar dit loopt niet altijd goed af. Deze producten gaan nu naar dit museum. Zo heb je bijvoorbeeld de groene ketchup van Heinz en een Monopoly-spel die de Amerikaanse president Donald Trump uitbracht in 2004. Ook een beauty mask staat daar. Zo'n masker bevat elektronische deeltjes en als je hem opdoet, zal dit jou mooier maken. Dit was dus ook een mislukking, want mensen gaven aan dat het helemaal niet lekker aanvoelde. Zo zijn er nog heel veel andere producten daar te bezichtigen. Volgens het museum zijn mislukte producten zeer belangrijk om vooruit te kunnen. Heb jij er ooit over nagedacht hoe jouw leven zou zijn als je niet zou kunnen zien? Estrella en Luis hebben een visuele beperking. Dat wil zeggen dat ze niet goed kunnen zien of dat ze blind zijn. Ze zitten nu op een speciale school. En vandaag in What Are the News for Kids wijzen ze ons hun tweede huis. Sintiendo. ¿Cuál fue el resultado? 1957 y sobra uno. Los hongos se alimentan. ¿Para qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú también en la operación? Bueno. Okay. A mí no me agradan mucho las matemáticas, pero está bien. Pues son necesarias en la vida, ya sabes. Oh, también no podría saber muchas cosas. Aquí tenemos lo que les cuento, que es el área de internado. Aquí del lado izquierdo, de hecho, está mi cuarto. Y aquí se encuentra lo que es la sala de televisión. Hay silloncitos donde nos podemos acostar a gusto para ver la tele. Les va a sonar un poco raro, pero yo veo caricaturas que tendrían que ver como niños de 4 años. Pero bueno, es que están muy padres. Los aros son como unas cosas, unos como aros que tienen palitos. Y más para acá está un árbol y el sube y baja está... A ver, déjenme acordarme. Creo que está al otro lado. Ah, creo que está por aquí. Casi no lo juego porque casi no hay niños que quieran jugar aquí conmigo. Casi siempre están jugando o comiéndose su lonche en el recreo. Cuando hacíamos movilidad, pues una dificultad es como mover el bastón y a veces me tropiezo. Por ejemplo, también por el sonido, cuando piso, el sonido lo captan mis oídos. Y cuando choca el sonido con algún obstáculo, yo a veces como que presiento que hay algo adelante y no me cruzo. Yo ya he estado aquí durante 4 años. Me he aprendido todo lo que hay aquí. Por eso no usamos bastón. Aquí es mi cuarto. Esta cama... es la mía. Un día soñé que me hacía chef y que yo vendía en un restaurante de un hotel. Entonces, pues, me gustaría mucho ser chef. Pues aquí es donde yo vivo. Espero que les haya gustado mucho porque a mí me encanta. Bueno, pues,
les quiero decir que gracias por visitarnos y pues las puertas de nuestra escuela estarán abiertas para ustedes y están invitados. Dat was voor vanavond. Wel te rusten, fijn weekend en tot maandag. Doei doei!